Ik praat met Koen Wiers van de Rabobank over hypotheek binnen een week. Jullie proberen weer een voet tussen de deur te krijgen bij de consument. Ja, nou, voet tussen de deur zou ik het niet willen noemen. Wij willen eigenlijk weer het goede gesprek aan de keukentafel. Wat men zeker in het verleden van de Rabobank gewend is, dat je een lokale bank hebt die er voor jou is als jij zelf op zoek bent naar een huis, daar met een gepaste hypotheek een oplossing voor te vinden. En jullie gebruiken daarbij datagedreven digitale kanalen? Ja, dat is de luxe term. Wat je eigenlijk in die metafoor houdt, wij zijn op zoek naar wanneer wil men aan die keukentafel gaan zitten. Dus hoe kunnen we die signalen opvangen? Hoe kunnen we daar een toegevoegde waarde op leveren? Als die op Funda zit? onder andere. Funda is inderdaad gedurende de hele journey van de klant heel relevant. Maar je zult zien dat Funda vooral iets biedt rondom het huis. En de vragen er rondomheen, wat zijn mijn maandlasten, wat heb ik nodig om huis te kopen, beantwoord je niet op Funda. Daarvoor heb je juist een bank of een tussenpersoon voor nodig. En wij zijn graag daar de informatieprovider van. Ja, dus hoe doen jullie dat, digitale? Bijvoorbeeld met Funda hebben zij een segment rondom actieve zoekers. Dat zijn mensen die op hun platform duidelijk op zoek zijn naar een huis en niet alleen maar aan het zoeken zijn hoe de buren hun huis hebben ingericht. En ja, die ook op het knopje bezichtigen, zoeken en zo. Onder andere bezichtigen, maar bijvoorbeeld ook berekenen wat hun maandlasten zijn. En juist die mensen bieden we de mogelijkheid om met een aantal stappen ons hypotheekproces in te komen. Dus dat... Dat gaat vanuit de Funda, maar dan moet je ook zeker een Jaap en een huizenzoeker niet in vergeten. Omdat het niet alleen maar om dat ene kanaal gaat, of de ene platform. En die mensen, wat doen jullie daarmee? Met de mensen die bij ons in de funnel terechtkomen. Die, ja, of hoe krijgen ze in de funnel en dan wat doe je ermee? Allereerst hebben we onze propositie gewoon heel breed uitgezet. Hè, dat men weet dat er een hypotheek binnen een week is. Dus je hoopt dat daar ook een bepaalde wens uitkomt om met de Rabobank te sparren. Daarna geef je ze de juiste informatiebronnen gedurende hun journey als ze nog niet met de Rabobank willen praten, maar wel op zoek zijn naar informatie. En zodra voor de klant het moment daar is, zul je ook zien dat onze uitingen zo worden ingezet dat er een afspraak wordt geïnitieerd of wordt uitgelokt. Getarget op die mensen die aan het zoeken zijn. Ja, en vooral niet te snel in het begin direct roepen met klik hier en kom bij ons op afspraak. Maar laat eerst gewoon iemand rustig onderzoeken wat hij wil. En op het juiste moment geven we de prikkel om bij ons op gesprek te komen. En hoe bepaal je dat juiste moment? Sequentieel of met punten? Dat gaat nu sequentieel. Dus dat zijn gewoon de stappen. Wat is je droom voor volgend jaar? Hoe wil je het volgend jaar doen? Voor ons is de droom eigenlijk om de data die wij in-house hebben beter te kunnen doorcommuniceren naar onze externe kanalen. En dat is nog voor een bank een hele grote opgave. Hè? Want wij zullen, even spreekwoordelijk gezegd, onze mijnomgevingen nooit pixelen. Dus hoe weten wij nou welke klant waar in het proces zit op basis van eigen data? Dat is nog een beste uitdaging. Noem eens een voorbeeld. Je zou heel makkelijk kunnen zeggen, iemand die... Even een moment, deze is wel even... Waarom ga je de mijnomgeving eigenlijk niet pixelen? Als je dat heel klantvriendelijk inzet, dan kan dat toch heel fijn zijn voor de klant? Ja, nou, een mijnomgeving, een bank weet werkelijk wel alles van je. Als je echt naar de data zou kijken. Jij weet het hypotheekbedrag bijvoorbeeld wat afgeschreven wordt. Dan weet je ongeveer de prijsrange. Dan weet je hoe lang dat al is. Je weet of iemand behoefte heeft aan een gesprek misschien wel. Ja, nee, dat weet je exact. De vraag hoef je niet in zijn face te duwen. Dan kan je heel klantvriendelijk doen. Nee, maar het is vraag of het ethisch is en of het mag. En dat is een beetje een tweedeling. En ook of je dat als klant überhaupt moet willen. Dus wat wil je daar als bank in doen? En op dit ogenblik zien we dat we met de externe databronnen al redelijk goed die journey kunnen mappen. Ja. Waarbij deze data niet nodig is, dan heb je het risico ook niet. Maar we zien nog wel zo dat we, als we die irritatie nog verder zouden willen verlagen en de relevantie willen verhogen, dat het wel een stap zou zijn. Maar dan wel echt met data die niet intrusive is, dus geen last voor de klant is. Dus we hadden het over je droom, wat interne data zei je. Heb je een voorbeeld van data die dan wel heel fijn is voor de klant? Ja, wij gebruiken intern voor al onze own media maken we gebruik van datamodellen, NNTG, Next Recommendation to Give. En eigenlijk zou ik al die badges één op één eigenlijk door willen kunnen zetten naar onze online advertising kanalen. Dat zou de droom zijn. Dat heb je bedacht, maar nog niet gedaan, zeg maar. Nee, om die packaging, dus hoe je het geanonimiseerd van je interne data naar je externe bronnen kan krijgen, is nog een hele uitdaging. Zeker ook op het juridisch vlak, om dat rond te krijgen. Dus, schuiven van de juiste data naar de juiste kanalen. Ja, want sommige, je kan zeggen, hash het en anonimiseer het en gooi het over. Maar dat is naar mijn idee te kort door de bocht. Dus we zijn er heel secuur mee aan het kijken wat je wel en wat je niet zomaar door kan zetten. En wat dan de resultaten er ook van zijn. Dus... Netjes, leuk. Ja, dankjewel.